een mooie, even een Frans ontbijtje gevonden. In een of ander Grand Café. Ja, we gaan de kerk eventjes bezoeken van binnen, maar ik ben de groothoeklens vergeten in de bus. Dus ik moet het doen met gewoon de lens van de telefoon. Dus ik ben benieuwd wat we allemaal erop krijgen. En ik zal even laten zien hoe Bo hiermee naar binnen gaat. Want niet overal mag ze zo naar binnen, maar op deze manier wel. Ik heb zo'n draagzak, dus ik zal even laten kijken zo.
zijn we bijna terug bij de bus. Ik zie dat er weer busjes bijgekomen zijn, die rode. Dus die zit er net bij. En die witte, die stond er gisteren ook in de hoek. En die zijn s'avonds weggegaan, een jongen en een meisje. Nou, ik zie tussen de bomen door, die van ons staat er ook nog. Dus, all good. Ja, we gaan weer rijden. Na 200 meter rechts afslaan, daarna rechts afslaan. Dit was zeker geen verkeerde plek. Ook vanaf de Park van Night app gevonden. En ja, handig ten opzichte van het centrum. Je loopt er zo en binnen 5 minuten ben je in het centrum. Dus ja, leuk. Maar nu gaan we weer rechts afslaan. Onderweg. Daarna geen rechts idee, afslaan. Geen idee waar we uitkomen vandaag. Ja, en zo hebben we een boon weer verlaten. Maar zien we rechts en links van de weg hier de wijnvelden van de Bourgogne. Volg deze route nog 11 kilometer. En weer een mooie platanenlaan, dus ja. Al goed. Het ruikt hier trouwens heerlijk, moet ik zeggen, naar het afval van de druivenpersen. Dus zeg maar de resten die overblijven na het persen, dus de schillen, de pitjes, de takjes, alles wat erin zit, die worden dan, begint weer te miezelen, die worden dan ergens het veld op gereden. En dan zie je van die hele grote hopen of in bakken langs de weg staan. En het ruikt. Ja, ik vind het wel lekker ruiken, moet ik zeggen. Dus ze zijn druk in de weer met nog oogsten en het persen van de druiven. Nu rijden we aan de andere kant van het kanaal. Het is wel een leuke route hier. Allemaal van die kleine dorpjes. En dan tussen de dorpen hier langs dat kanaal af. Net dus aan de ene kant, nu aan de andere kant. Ja. En dan af en toe zo is het sluisje. Wel leuk zo. We zien nog eens wat. Ook wel grappig is, met iedere sluis die we passeren, dan weet ik dat we weer een meter of 3, dit is een iets hoger, verder in hoogte zitten. Want kijk, nou zie je dat het water weer helemaal bovenaan staat. En als we bij de volgende sluis aankomen, dan staat het water weer een heel stuk lager. Daarom alle sluizen. Het zijn er trouwens heel wat hier in dit kanaal. Ah ja, voor degenen die het zich afvroegen, maar een sluis, dat is in het Frans een écluse. Dus kijk, zo leer je af en toe nog weer wat nieuwe woordjes bij. Hè? Dus een écluse, een sluis. Nergens?
is steeds meer grote blauwe gaten komen er. Dus ja, we zitten nu op een N-route trouwens. Het is geen snelweg, maar een autoweg. En dit is even een stuk van zo'n volgens mij nog een 120 kilometer kunnen we deze volgen. Om eventjes op te schieten. Ah, kijk, het zonnetje. Dan gaan we over de Loire, hè. Dus dan zitten we ten zuiden van de Loire zometeen. Departement d'Allier. We zijn even van de N-weg afgegaan, omdat een dorp Dompierre sur. Volg deze route nog 3 kilometer. Hoor ik. Een hele grote reclame maken langs de Route Nationale als dorp voor pauze te nemen. Dompierre sur Bessere. Bessere. Oké, okay. Dus dat doen we dan. Dus we zijn hier in het dorp. Eens even kijken waar het centrum is. De winkeltjes en alles zou er moeten zijn. En, dus we gaan even pauze houden. En we hebben dus even pauze gehouden hier in Dompierre sur Bessere, geloof ik. Ja. Sorry. Maar ja, we hebben lekker pauze gehouden even. Maar alles is dicht qua horeca. Op één dingetje na, dus hebben we even een kopje thee gedronken. Ja, die hadden ook niks van een broodje of zoiets. Dus ben ik weer hier even naar de supermarkt gegaan, even een broodje gehaald. En dat gewoon gemaakt achter in de bus. Even gegeten. Bo had wel gegeten toen we bij het barretje zaten. Dus dat is allemaal prima. En ja, nou gaan we weer rijden. Ja, heel even gestopt. Want ik zie dat we weer net door de helft van de tank zijn. En dan ga ik meestal kijken waar het ergens goedkoop is. Of het hier in de buurt goedkoop is of beter een stuk verder rijden. En ik heb even langs de route voor vandaag en morgen gekeken. En we kunnen het beste tanken in Limoges. Daar heb ik een Avia gevonden die voor 1,40 de diesel verkoopt. Op het moment in ieder geval. Dus ja, laten we kijken of die nog op 1,40 staat als we daar aankomen. Dus die heb ik in de route gezet. Geen idee eigenlijk hoe ver precies en of we daar vandaag komen of morgen. Maar meestal zijn de goedkope tankstations ook de dag daarna gewoon de goedkope tankstations. Dus ja, let's see. Ja, dit tankstation in Limoges. Het zal trouwens waarschijnlijk de, ja nee, niet waarschijnlijk, dat zal de enige keer tanken in Frankrijk zijn. Want ja, daarna zitten we in Spanje waar het als het goed is een stuk goedkoper is weer. Ik heb nog niet gecheckt, maar de vorige keer scheelde het wel 30 cent per liter. Dus hopelijk dat het dat deze keer ook doet. Dan rijden we weer door het bos. Het is echt ja, magnifiek, zou de Fransman zeggen. Magnifiek. Nou werd ik dus net, eerst die auto die haalde me in. Ik rij al 85 waar je 80 mag.
En vervolgens die camper, ik weet niet of die nog te zien is, die langs komt vliegen. Een Zwitser, alweer een Zwitser. Ik heb wat belachelijk, dan gaat hij helemaal op de linkerbaan rijden. Waar dat voor nodig is, mag Joost weten. Maar ik heb wat belachelijke acties gezien door Zwitsers al op deze trip. Dat is niet normaal. Alsof er ergens een Zwitsers uurwerk hangt. Dat zegt, kom, schiet op. Ik heb geen idee wat dat is. Maar tot nu toe, ja. En telkens weer, Zwitsers kentekenplaten. Nee. Ja, we hebben weer eventjes gestopt bij een Leclerc. En ik heb even van de gelegenheid... Na 100 meter rechts afslaan. Daarna meteen neem op de rotonde de tweede afslag. Oké, dat kan ook natuurlijk aan die kant, ja. En... we hebben een plek uitgezocht op de kop van de uitlaap in de buurt, want het is inmiddels 7 uur. En, na 100 meter rechts afslaan, daarna meteen neem op de rotonde niet ver de tweede weg, afslag. Is maar 3 kilometer of zoiets, dus daar rijden we nou heen. Kijk, dit is volgens mij een verzamelplek. Rechts afslaan, van, daarna meteen neem op de rotonde de tweede afslag. Of zo. Ah, het ziet er heel netjes uit. Niet, ik weet niet wat voor rotsen we allemaal. Dus. Niks over te zeggen. Dus we gaan nu proberen om een plekje tweede vanaf te afslag. Vinden. Zonnefarm. Passeert een tussenpunt. Neem de tweede links. Daarna links afslaan. De officiële camperplaats is gewoon helemaal vol. Dus we gaan terug naar het grasveld. Ja, we gaan hier naar het grasveld. Hier links staat een bochtparking, dus het zou goed moeten zijn, zou ik zeggen. Verder van de weg afstaan. Dus dan doen we dat net zoals die camper daarachter. En daar gaat de zon onder, dus aan de andere kant komt die op. Nou, dat zal Bo leuk vinden. Morgen wordt het zonnetje voor door de raam.
het raam. Sorry. Ik ben natuurlijk en blijf een Limburger, hè? De venster. Ja, let's see. Hier staan we dus. Hallo. Zou goed moeten zijn. Er staan een bos parkeren. Staat wel bij, niet voor campingcars, 500 meter verder. Maar ja, die is pratsch vol. Er staat ook van alles langs de kant. Dus ik neem niet aan dat we problemen gaan krijgen. Het is gewoon een doordeweekse dag. Het bar ding daar, het ziet er vrij gesloten uit. Nou, dan kunnen we eens gaan wandelen langs het meer. Ja, het meer. Dan kunnen we morgen eens eventjes rondje heen wandelen. Dit plaatje ding is dicht. Oh, daar is de entree. Even kijken of daar openingstijden op hangen. We daar morgen een kop koffie kunnen drinken. Maar er is ook nog iets staan aan de overkant. Zeilbootjes vuur of zo. Misschien zit er ook nog iets bij. Kunnen we daar koffie drinken? Ja, ja, ik weet het. We kunnen ook koffie drinken in de bus. Dat doen we ook wel eens af en toe. Maar ik vind het leuker om gewoon ergens koffie te gaan drinken. Ja. Nou, zullen we zo meteen eens even eten maken. Ik heb net een bak lasagne meegenomen van de Leclerc. Dat is een beetje makkelijk vandaag. En dan stoppen die eventjes in de oven. En dan komt het allemaal goed. Kijk eens die luchten. Wow. Ja, degene die me al een tijdje volgen, die hebben vast en zeker ook wel alles de Omnia in gebruik gezien. Maar je kunt de Omnia, of in ieder geval het deksel van de Omnia, ook anders gebruiken. Ik heb namelijk nu een... Even kijken, als ik al zei, een schaal lasagne gekocht bij de Leclerc. Kun je daar bij de slager krijgen. Gewoon. Maar ja, die kun je natuurlijk wel zo op het vuur knallen en wat dan ook, maar dat gaat niet functioneren. Dus we doen dat anders. Ik zal hem even aan de kant zetten. Kijk, ik heb dit ding ooit eens een keer bij... De ring zit erop, zodat het niet direct boven de vlam niet te heet wordt. En dan zet ik dit ding erop. Dat is eigenlijk bedoeld om brood te toasten. Dat werkt ook perfect. En als ik die dan erop heb, dan kan ik de bak met lasagne erop zetten. En dan vervolgens de deksel eroverheen. En dan... hop. Vlammetje, jip. Dat is wel klein, omdat hij niet aanbrandt. Even kijken. Ik vind dat deze, die campinggas dingen, moeilijker klein te zetten als ze de neppartiek van tevoren had. Maar het lukt wel. Ja, en dan is dadelijk, is hij klaar? Ja, terwijl Bo ook haar eten heeft. Gewoon even wachten dat de lasagne klaar is. En omdat snijden in een aluminium bakje niet zo gezond is, heb ik hem even met een spatel eruit gehaald en op het bord gelegd. Ja, 20 minuutjes, zelfs een andere oven.